Wanneer is iemand te oud voor een dure operatie? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit college raakt mijn hart. Omdat ik als dokter in het ziekenhuis, ik ben internist ouderengeneeskunde, heb vaak 80 jaar gevormen met veel ziektes, veel pillen. En die hebben een live event. Bijvoorbeeld krijgen kanker. En wat moet je dan in godsnaam adviseren? Moet je voor al die interventies kiezen? Moet je voor al die medicijnen kiezen? Moet je nog voor operaties kiezen? En wanneer doe je dat niet? En hoe ga je het besluiten? Ik krijg er nu zelfs kippenvel van. En ook in de klinische praktijk. En dan zie je daar een schoondochter of een dochter naast zitten. En die wil eigenlijk de moeder niet kwijt. En dan heb je dat gesprek. En eigenlijk weet je niet zo goed als dokter in sommige gevallen wat je echt moet doen. Het gaat altijd om het samen met de patiënt te doen. En met de naaste daarvan. Dus dit college gaat over het doen en laten in de klinische praktijk. Waarbij wij als artsen in ontzettend kleurrijk en prachtig palet uit mogelijkheden hebben. En dat is zometeen ook de verleiding. Omdat als je het palet hebt van mogelijkheden, ja, dan kies je gewoon. En het is heel lastig om te zeggen, nee, ik ga het niet doen. En met name te kijken, goh, welke consequenties heeft het? In 80 jaren is op mijn spreekkamer 3 ziektes, 5 medicijnen verteld. Goh, ik wil eigenlijk even uw advies. Lopen gaat een beetje slechter. De heup is versleten. Zal ik nu nog voor een operatie kiezen? Een andere 80 jaren. Goh, heb borstkanker. Borst eraf, chemotherapie, bestraling. Ze heeft nog grotere ingrepen. Hartkleppen bijvoorbeeld implanteren. Altijd is het moeilijk om die afweging te maken om het te doen of niet te doen. Omdat mijn inziens moet je het of echt doen of niet doen. Niet een beetje halve bakken, een beetje beginnen en een beetje wat. Belangrijkste is, wat wil de patiënt zelf? En die moet daarover na hebben gedacht. Wat wilt u? Heel veel patiënten hebben daar niet over gedacht. Dat is het besluit van de dokter, maar dat is niet juist. Dus wat wil de patiënt zelf? En ik als medicus zit daar dan en denk, goh, wat zou ik medisch zinvol achten? Niet wat kan er, maar wat is zinvol? En daarvoor zijn er eigenlijk 2 belangrijke dingen. Dat is het functioneren meten op dit moment. Hoe functioneert iemand? Geestelijk, lichamelijk, sociaal. En hoe was dat in het verleden? En daarom is het even goed een uitstapje te nemen hoe eigenlijk het verloop van het functioneren is tijdens onze prachtige levensjaren die wij hebben. Tot ons 100ste. Wie van u is 40 plus? Oké, ik schat in ongeveer de helft. Dan kan ik u mededelen, de helft van u is al in de glijvlucht naar de afhankelijkheid. En de rest zeg ik niet. Wat gebeurt er als we geboren worden? Als we gewoon naar de functie van het lijf bekijken. Eerst krabbelt het omhoog, tot ongeveer 20, 30-jarige leeftijd. Dan is er een klein plateautje, afhankelijk van hoe uw gedrag is. Veel beweging, goed eten, niet roken, et cetera, et cetera. Dan lijkt het plateau een beetje stabiel te zijn. En vanaf 35-jarige leeftijd gaat het echt achteruit. En dan begint de glijvlucht naar de afhankelijkheid. En niet alleen maar naar de afhankelijkheid, maar ook naar de ziektes. De ouderdomsziektes. Denk aan suikerziekte, kanker, hartfalen, COPD. Nou, is nog een heel lange lijst.
Maar er ontstaat nog iets en dat wordt geriatrische reuzen genoemd. De giganten onder de geriatrische syndromen. Geriatrie is geros, alles wat oud is. En dat is onder andere de dementie. Dementie is niets anders dan een slechter geheugen hebben. Heeft verschillende subtypes. En 35% van de 80-jarigen zou eigenlijk de diagnose dementie moeten krijgen. Omdat zij niet weten welk jaar het is. Niet weten waar ze zijn. En niet weten hoe bijvoorbeeld een bankpasje functioneert. 35% van de 80-jarigen. En eigenlijk zou ik nu heel graag even uw geheugen willen testen. Omdat, u bent natuurlijk ook benieuwd hoe dat met u is. Dus wij zullen nu een Stroop-test doen. En die gaat als volgt. Ik zou u nu met z'n allen willen vragen, heel snel, en de tijd telt, dit rijtje van kleuren op te noemen. Ik ga het meedoen. Rood, rood, groen, blauw, geel. Ja, is prachtig. Allemaal tegelijkertijd. Heel goed. En dan weer zo snel mogelijk de kleur van de vakjes opnoemen. Blauw. Prachtig. Goed. En dan de derde. Nu de kleur van de woorden. De kleur van de woorden. Geel. Ik kan eigenlijk samenvatten. De eerste twee waren gewoon veel te makkelijk. En de derde, het gaat over de fouten en de snelheid. En een jong brein gaat dat zo doen, dan ben je ineens klaar. En zodra je ouder wordt, wordt het lastiger om te lezen en vervolgens nog een kleur te benoemen. Lastig. Goed, doen we gewoon dagelijks in de klinische praktijk. Dus de eerste geriatrische reus is de dementie. Het tweede is de depressie. 10% van de 80-jarigen is depressief en 40% voelt zich eenzaam. Grote gigant, vaak voorkomend. Gehoor, smaak, voelen, het gaat allemaal achteruit. Enig idee hoeveel 80-jarigen in principe een gehoorapparaat zou moeten dragen? Enig idee? Dat is uw voorland, hè? 70% van de 80-jarigen zou in principe een gehoorapparaat moeten dragen. En dat zie ik eigenlijk niet in de klinische praktijk. Weet u wat ik dan eerst doe? Ik vraag, kunt u mij goed horen? En kunt u mij goed zien? En dan kan je een gesprek beginnen. Lopen is denk ik heel belangrijk voor ons, anders zou u er niet gekomen zijn. Gewoon maar te kunnen staan en te kunnen lopen. Het is een heel essentieel onderdeel van het zijn. En als er iets misgaat, dan gaan we vallen. 1/3 van de 65-plussers valt tenminste 1 keer per jaar. Denkt u, dat is misschien nog niet zo erg. Studenten vallen ook wel eens. Met bepaalde intoxicaties. Maar 10% van die 65-jarigen belandt op de spoedeisende hulp. Die zie ik dan. En 1% van die 65-jarigen die valt, die heeft een heup gebroken of een pols gebroken, die heeft een fractuur. En gaat u dat maar uitrekenen, 65-jarigen in heel Nederland, 1/3 daarvan elk jaar. Gigantische hoeveelheid. Een heel makkelijke test om uw mobiliteit, kracht te toetsen, is een sta op in zitweertest. Ik ga het u even voordoen, dat gaan we nu ook doen. Dan weet u zo meteen hoe het met u gesteld is. U zit allemaal op een stoel. En ik zou u willen vragen van de zittende positie uw armen over u heen te buigen en vervolgens op te staan en weer te gaan zitten. En dan weer op te staan
in werd gaan zitten. Oké, dat is nog niet zo moeilijk. En nu zou ik u willen vragen dat gedurende 30 seconden te doen en zo hard mogelijk mee te tellen en te kijken hoe vaak u kunt opstaan. Wel even weg gaan zitten. In 30 seconden. En de tijd telt nu. Oké, nog 2 seconden. Ja, en stop maar. Goed. Ja. Wie heeft daar 50? Wie heeft daar 40? Jongens, 30? Eentje? Oh, 2. 25? Oké. Nou, bij 25 ligt echt de grens. Normaal zou het 30 moeten zijn. Dus er zit nog... Ik zeg altijd, er zit nog ruimte voor verbetering. Dan het vijfde en het laatste. Geatische reuzen, daar hadden wij het over. Wordt niet zo vaak over gesproken. Niemand wil het hebben. En dat wordt ook genoemd incontinentie. Heeft u enig idee hoeveel dames door de Hamelaarstraat met een tena-lady lopen van 65 of ouder? En ik kan mij voorstellen dat dat niet prettig is. 25% van de 65-jarigen draagt een tena-lady. Waarom worden we incontinent als vrouwen? Dat is heel makkelijk. Wij gebaren kinderen. Nadat wij kinderen hebben gebaard, hoeven we in principe niet meer op aarde te zijn. En alles wordt slapper, zoals onze spieren en ook onze bekkenbodem. Goed, nu even terug weer naar die 80-jarige, mijn spreekkamer. Wanneer ga ik nu wat doen? Is nu incontinentie een argument om het niet te doen? Of is het de dementie om het niet te doen? Aan het einde heb je 2 soort patiëntengroepen. De ene waar je absoluut voor gaat, de actieve 80-jarige fitte, die nog op de kleinkinderen past, versus de 80-jarige die rolstoelafhankelijk is. En wij weten, nou, bij de ene daar ga je voor, als je het wil, en bij de andere, nou, daar ga je daar ook voor, maar anders. Daar let je meer op pijn, kwaliteit van leven, et cetera. Dan doe je andere maatregelen. En die 2 dames die onderscheiden zich in 3 belangrijke factoren die echt belangrijk zijn. Dat is cognitie, mobiliteit, sociale participatie. Cognitie, kun je denken? Is je geheugen goed? Mobiliteit, kun je lopen? En de sociale participatie. Heb je iemand om je heen waar je naartoe kunt lopen en waar je een afspraak mee kunt maken? Dus daar heb je weer het geheugen nodig en de mobiliteit. En dat zijn de 3 essentiële dingen die belangrijk zijn voor een succesvol verouderingstraject. Ik heb het zo moeilijk omdat ik mijn keuze niet kan onderbouwen. Als ik zeg ik doe dit niet, omdat, heb ik daar geen hard wetenschappelijk bewijs voor. De pillen die ik voorschrijf aan een 80-jarige zijn nooit getest op een 80-jarige. En zeker niet in combinatie met de andere 9 of 10 medicijnen. Dus we hebben in Nederland, maar wereldwijd, hebben we gewoon onderzoek nodig in die groep waar we het echt toepassen. Diegene met al die pillen, met al die interventies, met de moeilijke keuzes. En daar moeten wij naartoe werken. Dus terug naar de casus. 80 jaar, 3 ziektes, allerlei medicijnen, wat ga ik doen? Ik ga gewoon met de patiënt praten. En ik ga vragen wat zij wil. En ik ga vragen waarvoor zij gaat. Is het de levensduur? Of is het de kwaliteit van leven? Het kan samengaan. En ik ga een advies geven op basis van mijn verwachting wat de levensverwachting zou zijn, welke complicaties er zouden kunnen zijn en hoeveel baat zij bij deze ingreep zou kunnen hebben.
en dan ga je samen het besluit nemen. Het belangrijkste is, wees gewoon een mondig patiënt en heb je eigen mening. Als je nu wilt weten hoe je lichamelijke achteruitgang zelf kunt voorkomen, dan moet u echt naar het andere college kijken. Het gaat namelijk over de spieren.